Het moest gewoon een feestje worden om haar 16e verjaardag te vieren, maar lijkt door een foutje op internet nogal uit de hand te lopen. Het meisje dacht dat ze de uitnodiging alleen naar vrienden had gestuurd, maar dat bleek niet zo te zijn. Het feest is omgedoopt tot Project X, naar de gelijknamige Amerikaanse film, waarbij een feest volledig escaleert. Burgemeester Bats van Haren is heel duidelijk. Ik heb een hele heldere boodschap. Dit feest gaat niet door. Als iedereen maar helder heeft dat hier geen feest is en dat voor al diegenen die hier feest willen komen vieren op deze manier, ze ook linea recta weer terug zullen worden gestuurd, hoop ik dat het meevalt. Mochten er inderdaad meer mensen komen dan we verwachten, nou dan gaan we in ieder geval met gepaste maatregelen optreden. Want we hebben hier geen feest en zeker niet aan het adres zoals het op internet is vermeld. De ouders van het meisje hebben niet alleen de politie en burgemeester op de hoogte gesteld, maar ook kregen buurtbewoners een brief met uitleg. Het is heel groot geworden. He, dat is natuurlijk de keerzijde van de sociale media. En dit meisje is daar eigenlijk onbedoeld de dupe van geworden. En haar ouders natuurlijk ook. En ze hebben keurig uitgelegd wat er aan de hand is en wat de verwachtingen zijn. Dus daar zijn we erg blij mee. Ze heeft onder eigen vrienden een verjaardagsfeestje willen organiseren. Dat mag echt iedereen doen. Maar dit hebben anderen opgepikt en die hebben dit misbruikt. Dit is echt nooit de bedoeling geweest van het meisje, niet van de familie. En ik denk ook dat niemand dit wil. Vrijdag wordt er door de politie extra opgelet, zodat onuitgenodigde feestgangers geen kans hebben om naar Haren te komen.